Beste mensen, een hele goede avond met Franco Bitonti hier. Welkom op de volgende training. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles heel goed gaat. Ik merk dat sommige klanten van mij een beetje moeilijk hebben om de workouts wat online te doen. Nu, ik kan alleen maar zeggen, doe het toch. Al is dat maar een half uurtje, is goed om wat in beweging te blijven. En helemaal niks doen, dat is natuurlijk niet oké. De workout van vandaag, glute workouts, dus vooral billen gaan we trainen en ook wat een klein beetje buik. Dus als je neem je glute bands zeker bij de hand, je gaat de reclame laten zien, zeker bij de hand. Moest je nog geen glute bands hebben, kijk even op mijn website www.francofit.be en die worden dan ook thuis geleverd. Oké, hou je klaar voor de workout, zorg dat je drinken in de hand hebt en we gaan nu beginnen. Hier gaan we beginnen. Je weet zoals we beginnen we altijd met een kleine warming-up. Ik vind dat super belangrijk. Oké, we gaan beginnen. Mooi, rustig, mooi de voeten onder de heupen. Hou je handen mooi in die zij, je schouders laten mooi naar achter. We gaan een stap naar links zetten. We duwen de voet naar achter, de knie een beetje naar buiten en we komen terug. Inademen en uitademen. Zorg dat die rug mooi recht is. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, heel goed. We gaan een klein beetje naar achter. Mag je even de roei plaatsen? Oké, heel goed. Klein beetje naar achter. We gaan even een intro doen, dus we wandelen naar boven. Plaatsen de linkervoet op de linkerhand, draai, druk de voet naar achter en wandel terug naar achter. Oké, en 2. Plaats, draai, plaats en terug. En 3. Plaats, hup, been naar achter. 4.
achter, boven, onder. Oké, heel goed. Even inchworm, voeten ietsjes breder als je het breedte. Benen blijven zo lang mogelijk strek. Buigen, wandel. Eén, goed die buik opspannen. En terug. Twee, hou die benen zo lang mogelijk strek. Drie. Vier. Vijf. En de laatste. En zes. Oké. Heel goed. Voeten zijn iets breder. We gaan weer buigen. Dus eerst buig je lichaam. Pak de tip van je tenen vast. Gezakt. Gestrekt. En op. Dus. Zak, hup, en zak, drie, en zak, vier, pak vast, zak, maak je recht, hup, strek, en terug, nog twee keer, pak, zak, strek, en op, laatste keer, pak, zak, strek, en op. Oké, heel goed. Klein beetje opwarming met de bands zelf. Pak even de rode. Even op je zij liggen, op je elleboog. En we gaan even de knieën naar buiten duwen. Houd die spanning en duw. 1, 2, 3. Hou één hand hier. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, andere kant. Dus benen zijn gebogen, voeten blijven op elkaar. Hou een beetje spanning, dus niet los, een klein beetje spanning. En dan duwt je knie naar buiten. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Voeten iets breder als hun breedte. Voel je dat je een beetje spanning hebt hier, dus duw die knie een beetje naar buiten. En we gaan die buil naar boven doen. Oké, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En je adem als je naar boven hebt. 9, 10, 1, 2, 3, 4 en 5. Oké, heel goed. Even rust, het is nog altijd opwarming. Mocht je de zwaarste band even nemen, plaats die juist boven je enkel. We gaan de benen een beetje buigen. Klein beetje buigen. En we gaan 1, 2, hou die spanning. En 3, 4, 5. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5. Tenen gaan een klein beetje naar binnen. 1, 2, 3, 4, 5. Andere kant. 1, 2. Buik ontspannen, lichaam recht. 4 en 5. Oké, okay, heel goed. Dat voelt goed. Bellen. Oké. Okay. Eindigen met een beetje squat. Oké. Okay. Ook hier weer duw die knie een beetje naar buiten. Even squatten. 3, 2, 1. Enkel. 1. Moet je gewoon vragen. Gewicht op je hielen. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9 en 10. Oké, heel goed. Dat was ronde 1. We gaan de opwarmingsronde. Gaan we nog een keer. Drink even een beetje.
Oké, we gaan beginnen weer met side lunge. Schouder laten mooi naar achter. Niet te veel met je grond naar links gaan. Dus je plaatst die voet. Teen is een beetje naar buiten. En je zakt. 1. 2. En ademen. 3. 4. 5. 6. Op je grond recht. 7. 8, 9 en 10. Oké, heel goed. Laat je handen nu zijn. We gaan eerst één kant alleen. Linkerbeen gaat naar achter. En je gaat met de linkerarm naar rechts. 1 en terug. 2, 3, 4, 5. Plaats. 6. 7. 8. Oké, andere kant. Oké, let's go. 1. 2. 3. 4. Ik adem op, adem uit. 5, 6, 7 en 8. Oké, heel goed. Volgende oefening. Handen gaan in elkaar en we gaan naar achter. En we komen terug en we gaan naar 8. We gaan afwurf van deze oefening doen. Hou je handen op je buik. Schouder dan mooi naar achter. En go. 1. 2, 3, zorg dat je de knie goed naar onder gaat van achter, hè? 4, 5, 6, 7 en 8. Oké, heel goed. Inchworm, 6 inchworms, hou je klaar? En go. 1. En terug. 2. En terug. 3. En terug. 4. En terug. 5. En terug. 6. Voeten iets breder als hun breedte. Armen plat, mooi hard.
je lichaam en dan ga je explosief de billen omhoog duwen en rustig zakken. Oké, okay, nog 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, okay, heel goed. Hier op. Squat beweging. Hou je klaar. En go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké, okay, heel goed. Plaats je lager. We gaan een kleine squat houden, dus niet te druk, een kleine squat houden. 5 stappen naar links, 5 stappen naar rechts. Oké, okay, rechts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5. Andere kant. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, dat was de warming-up. Breng een beetje op de maxke. 1 minuutje rust. En we gaan zo dadelijk verder met de trein. Oké, beste mensen. Vandaag bullen workout geweest. Zorg dat je bloed bent aan hem. We gaan rustig beginnen. Ik heb de muziek al een klein beetje hoger gedaan. Dus we gaan beginnen met een squat beweging. Dus, zet je positie. Als je geen gloed bent, geen probleem. Doe zeker mee. Met gloed bent, maak dat gewoon wat puttig. We gaan een squat houden. We gaan naar links. 1. 2. 3. Houd je klein beetje open. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, okay, heel goed. We hebben geen rust, dus we doen oefening 1 en oefening 2. Oké, okay, we gaan zitten. Handen wijzen in de richting van de tenen. Zet spanning op die glutes. En we gaan de vallen omhoog doen. Go, 1. 3, 4, je hoofd gaat mee met je lichaam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, laatste, en oké, heel goed. Even rust, we gaan hetzelfde doen wat we juist hebben gedaan. We gaan steeds 2 oefeningen combineren. 2 keer gaan we alles doen. Dus 1, 2, 1, 2. En dan gaan we over naar de volgende superset. Dus we gaan 2 oefeningen combineren. Noemen ze superset. Dus na 2 oefeningen heb je altijd 30 seconden. Oké, we gaan terug. 16 keer. Klein beetje spanning. Plaats. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 6, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Oké. Zakken. Goed en niet te ver. Ook niet te kort. Hoe korter, hoe meer je billen gaat gebruiken. Hoe verder, hoe iets meer je gaat je gaan zitten. Oké, 12 keer. En go. 1. Duw de knie naar buiten. Hè. 2. 3.
Heel goed. Bloed bij het parfait. We hebben straks terug nodig. Oké, volgende oefening. Volgende oefening. Klein beetje ingewikkeld. Dus we gaan het doen. We hebben het al eens gedaan. Ik moet tegen de vorige training. Ik heb de rechterbeen. Ik heb langs de linker en rechterarm. De rechterhand. De buik. Kom terug. De plaats.
trek. 2, trek. 7, trek. 8, trek. 9, trek. En 10. En trek. Oké. En rust. Nog terug hetzelfde. Even trekken, hè. Uw tenen flext die naar je toe, hè. Dus niet dit. Ten alle tijden trek je tenen naar je toe. Die spanning hierop. Even trek op je kop. 1. Buik. 2. Buik. 3. Buik. 4. Buik. 5. Buik. 6. Buik. 5
lopen erin. Als rust. Vijf keer eerst de poep omhoog, hè. En go. 1, 2, 3, 4. Hou vol. 1, 2, 3, 4, 5. Strek je been, maar houd die spanning hier, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vol. 1, pas door. 2, 3, 4, 5. En dan gaan we maar. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vol. 1, 2, 3. Spanning. 4, 5. En strek. 1, 2, 3, 4, 5. Hou vol. 1, 2, 3, 4. En rust. Oké. Heel goed. Hou je klaar voor de squat plus kettle? Vier, vijf,
een super set. Klein beetje freestyle en dan zijn we klaar. Breng een beetje op gemakje. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Zondag ben ik terug met mijn collega en goede vriend Wesley. Het gaat een goede, pittige, lange training worden zondag. Dus hopelijk zijn jullie erbij.